allemaal. Welkom bij onze allereerste review video. Vandaag zit ik hier samen met Esmee en met Nikki en ik ben Shirley en we gaan vandaag deze thee uitproberen. Dit is hemp tea en nog met andere ingrediënten, bloem en bloemenzaad, rozenblad, cacaodoppen en steranijs. En deze thee is te koop bij Dientu, via dientu.nl of bij hun in de winkel. Ja. Wij hebben de smaak met choco en dus me vertelt dat het een beetje smaakt als groene thee, maar dan net iets anders. Dus ik ben echt heel benieuwd en we hebben er ook een thee uit. We hebben ons glas gevuld met heet water. We gaan nu eventjes ruiken hoe de thee eruit. Het ruikt best wel lekker. Ik slijf over, want ik ben super verkouden, dus ik ruik echt niks. Het ruikt wel een beetje naar brandnetelthee. Op de verpakking staat dat je 2 eetlepels per 1 liter moet doen. Maar wij hebben een thee-ei en we zijn met z'n drieën. Dus we vullen gewoon even het ei en dan komt het vast wat. Ja. Gaan we de thee even proeven. Kijken hoe het smaakt. Ja. Yeah. Ik ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd. Het smaakt inderdaad gewoon een beetje als groene thee. Ja. Ik vind het wel heel lekker. Ik vind het ook lekker. Goede thee. Het smaakt wel wat kruidiger dan normale groene thee. Ja. Yeah. Je moet wel even aan de smaak wennen. Yeah. Het is wel heel wat anders dan wat je gewend bent. Yeah. Ja. Je moet wel een beetje van kruiden houden. Maar als je van groene thee houdt, dan is het sowieso wel iets voor jou. In de nasmaak krijg je echt een hele lichte chocolade smaak nog bij. Maar niet te overdreven, wel gewoon lekker. En ik ben ook benieuwd naar het ontspanningseffect. Ik ook. Of we straks helemaal zen. Ja. Wil jij nou ook deze thee proeven? Onder in de beschrijving zetten we even de gegevens waar je de thee kan kopen. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan niet om te abonneren en om de video te liken of een duimpje omhoog te geven. En dan zien we jullie graag bij de volgende video. Doeg! Doeg.